In Glabbeek is vandaag een revalidatiecentrum geopend. Het is eigenlijk één grote kinesietherapiepraktijk met ruimte voor 15 kinesietherapeuten en een hele hoop hoogtechnologische apparaten. Voorlopig is het maar een pop-up in afwachting van de grote zorgcampus die er over 2 jaar moet staan. Maar Curam Domi, zo heet het centrum, is wel al volledig operationeel en in amper 40 dagen gebouwd. Met een lintje dat plechtig wordt doorgeknipt, openen de burgemeester Peter Reekmans en de voorzitter van Curam Domi, Rudy Matthäus, het pop-up revalidatiecentrum. Vanaf morgen al kun je hier langskomen voor kinesietherapie en ergotherapie, al vallen er hier en daar toch wat dingen op die je misschien niet bij elke kinesist terugvindt. Het is een grote kinepraktijk met heel veel ondersteunende apparaten die de kinesist helpen uiteindelijk in de therapie die de patiënten uiteindelijk nodig hebben voor terug, terug te herstellen. Een voorbeeldje wat u hier op mijn achtergrond ziet is een volledige valbeveiliging, zodanig dat patiënten die aan het oefenen zijn onder begeleiding van die kinesist niet kunnen vallen. Het hele centrum heeft verschillende van die hoogtechnologische snufjes die patiënten moeten helpen bij het revalideren. Er zijn er die specifiek gericht zijn op handen en er zijn er die wat meer algemeen werken. Glabbeek is alvast trots om zo'n centrum te mogen huisvesten op het gemeentelijk domein. In een landelijke gemeente als Glabbeek hoort geen industrie thuis, maar wel zorg. En zorg wordt belangrijker dan ooit. De vergrijzing, noem maar op. Ik vind die zorg op maat, zorg dicht bij huis enorm belangrijk. En daar willen we als gemeente mee ons steentje in bijdragen. Vooral de ellenlange wachtlijsten zijn een beschaving als de onze onwaardig. En daar moet iedereen zijn steentje voor bijdragen, dat mensen die echt zorg nodig hebben, die ook zo snel mogelijk kunnen krijgen. Opvallend ook, het hele pop-up centrum is in amper 40 dagen gebouwd door een evenementenbureau. De volledige zorgcampus, met onder meer een hoorcentrum, oogarts en een sociaal restaurant, moet over 2 jaar klaar zijn.